Hallo en welkom bij een nieuwe review. Ja, ook zo benieuwd wat onze Ahmed heeft opgestuurd. Weer blikjes Fanta. Wat is nou zo leuk aan deze blikjes Fanta? Ze komen uit Amerika, ze zijn hier niet te krijgen. Dat komt omdat die smaken zo belachelijk vies en zoet zijn, dat het bijna leuk is. En het grappige is eigenlijk de hoeveelheid suiker. Als je wil weten waarom die Amerikanen allemaal zo godvergeten dik zijn, let op. Deze heet Fruit Punch. Die is het meest gezonde. Lekker veel fruit. Daar zit 78% suiker in. Dus dit blikje, dat is zeg maar tot hier gevuld met suiker. Aardbeien. Nou, aardbeien, dat klinkt toch lekker? Hey, neem een slokje aardbeien. Gezond, jongen. Lekker voor je. Goed voor het buikie. Het is inderdaad goed voor het buikie. 89% suiker. Dus die zit tot hier vol. Met suiker. En deze, dat vind ik helemaal de mooiste. Die heet Mango. Ja, daar zit een enorme sticker ook op. Want 91% suiker. 91! Dat is gewoon hier. Tot hier zit het vol met suiker. En voor de rest, ja, een druppie mango smaak en een beetje prik. Het is ongekend. Genoeg gepraat. We gaan proeven. En dan hebben we vast 3 glaasjes voor erbij. 1, 2. Dat verwacht je toch niet, hartstikke mooi. Ja, laten we ze dan op suikergehalte inschenken. 78% de fruit punch. Nou, gewoon lichtroze. De aardbei, nou, die zal dan wel rood zijn, neem ik aan. Ja, nou, rood. Jezus, die komt zo uit de DSM-fabriek rollen dit. Holy moly, ik ruik hem hier al. En dan hebben we de 91% suikerhoudende mango. Nu moet ik zeggen dat ik eigenlijk wel gek op mango ben. De smaak mango zit een beetje tussen vies en lekker in. Het smaakt een beetje medicinaal, maar je kan er ook niet echt mee ophouden. We beginnen met de fruit punch. Ik heb even gekeken wat voor soorten fruit er allemaal in de punch zitten. Dat staat er niet op het blikje, terwijl ik het in het Engels en in het Nederlands hier heb staan. Maar als je hier goed kijkt, zie je hier een watermeloen, daar een aardbei en ik denk daar een druif. Nou, dat maakt dan de punch. Is het lekker, is de vraag. Ik zou de smaak niet kunnen omschrijven. Echt vies is het ook niet. Het is een soort hele lichte kauwgombal smaak. Dan gaan we over naar de aardbei. De aardbei ziet er redelijk chemisch uit. Hij stinkt verschrikkelijk naar aardbei, dus ze hebben hun best gedaan. 89% suiker. Het is ook redelijk zoet. Het is eigenlijk niet vies. Het is een soort hele dikke aangemaakte limonade. Niet vies, aardbei. Had ik niet verwacht. Dan gaan we nu de mango doen, 91% suiker. Dus dat kan alleen maar heel zoet en lekker zijn. Niks aan het handje. Het smaakt helemaal niet naar mango. Weet je waar dit nou naar smaakt? Ken je dat je een trek hebt in een perzik, maar dat die eigenlijk nog niet helemaal rijp is? Maar je hebt zo onwaarschijnlijk honger dat je denkt, ik vreet hem gewoon op. Kan mij het bommen? Dat je een paar happen neemt, niet helemaal lekker. En dat je dan even tegen die pit zo, in die pit proeft. Daar smaakt dit dus naar. Je gaat er niet een blikje kopen wat naar niet rijpe perzikpitten smaakt. Niet zuipen. Fanta Mango niet bestellen. Is helemaal niet nodig om die helemaal uit Amerika met een bootje of een vliegtuigje deze kant op te laten komen. Dat je denkt, oh, hij is er eindelijk. En neemt een slokje en dan denk je, nou ja, wat proef ik nou? Proef verdomme gewoon een zure kersikenpit. Een persikenpit. Fanta Mango. Een 3. De Fanta Fruit Punch, wat wil je zijn, is helemaal niet zo vies. Hij heeft het minste suiker van deze 3. Maar een heel klein beetje, 78% maar. Ziet er licht leuk roze uit. En smaakt eigenlijk naar heel weinig. Maar niet vervelend. Ik geef deze Fruit Punch Fanta een mooie 6. En dan denk je wellicht, ja maar Jantje. Ga je nou die fel, fel rode aardbeien Fanta een hoog cijfer geven? En dan zeg ik, jazeker.
en maar 89% suiker. Dat is toch bijna niks. Ik geef dit blikje een mooie 7. Nu denken jullie wellicht, goh, heeft Jan weer blikjes Fanta? Dat is de tweede keer al. Dat weet je, omdat je al eerder hebt gekeken. Nu is de vraag, heb je wel een abonnementje? Nou, zo niet, even abonneren op deze fantastische YouTube Review Super Channel. En even liken, want ik zie die niet voor de katse, weet je wel.